Hallo allemaal en welkom bij Project Peanuts met vandaag iets nieuws. Ik zit hier namelijk met Luc. Hi. En Mark. Leuke Magic spelers en tevens vrienden. Het is namelijk zo, ik heb van Michiel, oftewel Nether Magic, de dual decks van Elspeth versus Kiowa gehad. Gewoon free of charge, dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Maar ja, ik moest ze eigenlijk nog wel even testen en vandaar dat ik dacht, ik ga het even doen op een iets wat andere manier. Want ik heb namelijk mijn Atog deck af en dat moet ik ook nog testen. Ergo, we gaan nu met z'n drieën spelen. Yes. Welke deck heb jij? Ik heb het Kiowa deck met natuurlijk de beste kaart erin is Explore. Mijn favoriete kaart. Explore. En jij speelt dan? Het Elspeth deck. Met ook een kaart, want dit is een vogel. En als die... Wat doet hij? Het is een 2-3 flying voor 4 mana. 3 kleurloos inbid. En als die geblokt wordt, mag je hem intappen en hem from combat removen. Dat is wel mooi natuurlijk. Nou jongens, ik zou zeggen, laten we even schudden. En dan gaan we zo meteen een free-for-all potje doen en kijken hoe het werkt. Uiteraard is een dual deck eigenlijk niet bedoeld om met z'n drieën te spelen, maar ik dacht, waarom ook niet, hè? Vast wel leuk. Vast wel leuk. Gaan we schudden trouwens. Yes. Doos met. Dat vind ik echt lekker. Ik heb 8. Dat is het. Nee, ik gooi het best wel veel. 11. Kan ik beter? Of niet? Nope. 7. Ja, wat ben ik ermee? Ik ben de laatste. Nou, ik hoop dat mijn Atog deck net zo goed doet. Dit is geen hand. Dit wel. Ik keep dit wel. Nee. Hoe doen we met het? Doe maar een free mulligan. Want we moeten het testen! Plus, het is multiplayer, mag altijd. Ja. Ja. Gentleman's mulligan. Beste hand. Nou, ik moet zeggen, mijn hand ziet er best oké uit. Ja, Luc? Nou ja, op zich. Je kan wel, je kan wel dingen doen. Jij hebt natuurlijk net de money gedaan. Is hij nu wel bij? Dat is prima. Oké, okay, goed. Ja, mag een kaart trekken. Ja, yeah, want het is multiplayer. Wow. Eiland. Next. Yes. Ik speel een planes en ik zeg ook next. Gelijk de place. Ikatian Javelineer. Oh, de mok van net denk ik. Nee, maar. Lees hem maar. Turn 1 drop for life, jongen. Nou, hij heeft een kuitje erop en ik mag hem één keer tappen. Dan met een eentje op zijn hoofd. Ja, dan schiet ik iemand, dan schiet ik een schade of iets. En dan gaat de kaart ervan. That's it. Go. Yes. Lekker dan. Ik heb nog een van mijn favoriete kaarten. Coiling Oracle. Ah. Snake Elf Druid. Bovenste kaart van het deck laten zien. Is het een landje? Jawel. En mag ik hem in het spel leggen. Zo. Ja, daar komen de krakens. Zo blij. Dat ben ik. Yes. We zijn in feite gewoon een explorer met een 1-1 eraan vast. Zeg maar, hoe goed kan het worden? Ik speel een Auratog. Wat doet dit? Die sacrifice an enchantment. Om plus 2 te krijgen. Ja, natuurlijk kennen jullie deze stapel van het Atog deck al. Dat snap ik al. Dus hier, wat is die? 0-1? 1-2? 1-2. 1-2. Oh, heel erg. Dat is best wel dik. Dus jullie kunnen combined forces doen en dan is hij dat. Al aan. Dus, ja. Laten we eventjes... planes. Nu al target. Pre-shape. Allemaal op, Luc. Target. Yeah. Even snel laten zien. Het is een 2-2, first strike. Als die schade te bespelen krijg ik een 1-1 white soldier creature token. Oh, het is een first strike. Yes. Dat maakt het zo goed. Ja, dan kan ook nog pingen. Op turn 2. Kom maar met je 3-3. Best wel. Gelukkig wordt die van mij 3-4. Ja, ik ga gewoon door met slangen, want slangen zijn de beste creatures. Lorskale Kotal. Nice. Elke keer als ik een kaart trek, mag ik hem plus 1 counter opleggen. Dus hij is nu maar een 2-2. Ja. Maar hij wordt vrij dik, hopelijk. Even kijken. Hebben we ik heb die dice als je wil. Maar... Ja, vloot goed. Mag ik dan? Ja. Ik untap en ik pak een kaart. En ik leg een Tree of Tales in. En... Oh ja, natuurlijk artifact landjes. Ja, ik heb maar eentje hoor. Is dat de enige die er is? Het enige, ja. Want het moet natuurlijk wel dual decken blijven. Yeah. Ik speel een Abundant Growth. Dat is een Ancient Land. Zie het, de battlefield. En dat mag ik kaart pakken. Dus dat doe ik nu. En ik moet hem op een landje gooien. En ik kan dan tappen voor any cover. Is dat niet gewoon Nylea's Presence, maar dan goedkoper? Nee, want deze maakt dit landje niet elk basic land type. Oh, dat doet en die. Dat kan wel eens uitmaken. Voor bijvoorbeeld die ene domain kaart. Yes. En ik ga een Atog spelen. Dat doet het super first name. Hetzelfde als
Goed, het ging even mis met de camera, maar het komt erop neer. Dit ding is dood. Ik heb 2 damage gehad en het kostte maar een landje. Jij speelde dit landje. Een artifact landje. Ja. En ik speelde nog een Javeliniers. En voor de kijkers thuis, dit zijn natuurlijk de Javelin counters. En geen percentage counters zoals de slagleer. Bam! Slaan! Ik ben klaar. Oké, dan speel ik aan het einde van de beurt. Accumulate knowledge. Je mag een kaart trekken. En een slang counter. Dat is wel mooi trouwens. Prima. Dat kan best hard oplopen. En nog een kaart en nog een slangkater. Oh, Zo. Niet schelden dan tegen. Ik speel Omen Speaker. Ik mag 2 scryen. En dan als iets wel komt, is gewoon een 1-3 beestje. Ja. Is niet zo heel erg. Natuurlijk telt het niet als draw of iets dergelijks, dus dat scheelt onder. Dat is wel jammer inderdaad voor dat ding, maar. Whatever. Yeah. What you gonna do? When they come for you. Luke, wat vind je tot nu toe van het deck? Ik merk dat ik kaarten in mijn hand heb waarvan ik denk, dit wil ik graag spelen. En creatures in het veld heb waarvan ik denk, leg deze boven. Oh. Maar dat is vooral ook de reden dat ik graag dit wil spelen. Ja, precies. Oké. Okay. Dus, maar Mark gaat wel lekker op zich. Ja, dikke slang. Mijn slang is prima. Mark doet leuke dingen. En hij lacht gewoon, dus dat is een goed teken. Oh, blauw-groen. Altijd lachen van blauw-groen. Anyway. Dat is altijd wel gaar inderdaad. Ik ga niet... Hij heeft flyers en jij hebt allemaal al dikke Atos. Nou, het valt wel mee, ik kan maar eindje zeggen natuurlijk. Maar jij staat op 18, is dat op wat, 19? 19. Prop, denk gewoon een slang in je mond. Gewoon. Neem een slang. Bij mij? Ja. 5. Dat is 5. Oef. 5, jezus. Kan je op het moment niet helpen? Niet dat ik het wil, maar... Ja, ik ga het nemen. Oké. Zo dan. Next. Dat is een aardige hap. Troll. Ik ga het als de VIA weer, want anders duurt dat lang. Planecycler. Oké. Dat is een. Dat is even deze, ga je deze weg en dan mag ik een Planes. Een eiland op zoek. Een eiland op zoek, inderdaad. Nee, een Planes. Engels is ook moeilijk. Kijk, de Planes! In de tussentijd speel ik een Rupture Spire en daar pop ik mijn Planes voor. Hallo, mijn vader komt even binnen om mee te doen. Hij mag de eerste 5 beurten gratis. Nee. Als je dek. Weet je dat er niet aan het omnemen? Jazeker wel. Maar dat geeft niet. Loop maar door. Oké. Het is niet mijn huis. Dus. Nou, ik heb hier gespeeld. Ja. Ga ik aanvallen. Het is lastig. Ik had mijn hand, hè? Ja. Links met mijn hand. Ja, ik val jou aan. Ik val Mark aan met mijn aura. Ja. Die komt wel door dan. Want dan krijg je 1 damage. Oké. Zo. De damage. En dan heb ik het door. Dat is de kracht van die aura's, van die Atos ook. Want je kan gaan aanvallen en jij dat ze dikker kunnen worden. Dus precies. En aangezien die nu tap ligt, heb ik geen zorgen dat ik. Kom op. Ik weet het goed hoor. Ik speel wel. 5 mana. Een dictated idiot. Niet met flash, nice. Nee. Wat? Counteren. Oké, wacht. Ik wil wel 5 mana straks. Luc probeert deze te casten. En dat lukt op zich wel, maar... Dit. Counterspel! En ik krijg 5 kleurloze mana. Nee, any combination of colors. Boy. Oh nee, nu komen de kraken. Luc, wat heb je gedaan? Ik wil gewoon mijn deck spelen. Ja, die kijk op de volgende... Pre-combat main phase. Oh, ja. Ja, ik had het zien dat je maar... Dus dan heb je straks 12 mana tot je beschikking. Ja, maar ik denk niet dat ik heel veel... Ja, ga maar. Het is een beetje... Maar straks pak je Nimbus Swimmer en dan heb je een 10-10 Nimbus Swimmer. Nou, weet je nog wat ik het had over kaarten die ik wilde spelen? Geen kaarten meer. No, klaar. Ja, jelle. 6-6. Je valt mij aan. Mijn 6-6 slang. Slang. Yes. Slang! Dan blok ik met mijn atoch. Mijn slang is lang. Oh. Pardon? Nee, slang. Hij is heel groot. Ja, ik blok die. En ik denk dat ik dan. Nee, gewoon een blok. Oké, okay. Zie je dat? Doe je dat toch? Ja. Ik heb mana niet gebruikt, wat jammer. Dat dan weer niet. Dat dan weer niet. Nou, ik ben zo blij. Nee, oké, dan ben ik op zich wel blij. En dan een landje in, en nu komt de beste player van de straat natuurlijk. Uh-oh. Beste player. Want ik pak 5 mana, en dan komt hij jongens, the lord of all. De Atoch, Atoch. Die kan die wel doorlokken overigens. Met een beetje. Ja, met een beetje hulp van de andere aan. Superface Atok. Ja. Dat is de Superface Creatures Power. Oké. Dus nou, dit zou mijn lord zijn als het een echt dueldeck is. Randy zou voorop op het dueldeck zijn. Mystic Foil. Maar ja, je hebt ook alle kleuren ook gewoon, hè?
Ja. Zwart daar, blauw, rood, wit, groen. Ja, alles. Fantastisch. Ik ga doen wat ik wil. Maar nu is de vraag, ga ik nu alweer aanvallen of niet? Ik denk dat ik toch wel weer jou ga aanvallen. Met mijn aura toch. Ik denk toch weer niet geblokken. Ik krijg geen idee. Yeah. Sta je ook op 18? 18 leven. Nee. Ik vind het zo wel leuker trouwens, eigenlijk. Ja, je kan een beetje links, je kan een beetje rechts, je kan een beetje Luke stompen, je kan een beetje Jelle stompen. Volgens mij heb je zeg maar nog wat meer druk op de dingen die je speelt. Want als jij nu iets insane speelt, heb je toch nog twee mensen die misschien daar wat tegen kunnen doen. Ja. In plaats van, ik speel nu mijn ding in jouw deck, kan dat toch niks tegen doen. Zoals Plasma Capture op een Helios Bullfit. Precies. Daar had ik namelijk niet zoveel tegen kunnen doen. Denk ik. Door wel misschien. Ga mij nog niet aanvallen, jongen. Ja, toch wel. Waarom? Ik val jou alleen. Het zijn allemaal slangen en zo. Nou, ja, jij doet maar aan. Het is goed, weet je. Een dikke slang. Het is goed met je. En dan speel ik een Luxemil Partizan. Ah, die in Battle Cry. Partizan! Yes. Dus als die aanval krijgen, aanvallende kwietjes plus 1 plus 0. Het is een 3-4 voor 5 mana. Ik vind ook weer zo'n kaart. Zo saai. Oh, wat is er weer een kaart? Dan is een kaart. Signal Pest of zo. Blop, slang wordt dikker. We moeten removal trekken, man. Mm-hmm. Nou, ik kan de slang nu nog blokken. Ja. Thank you. Ik ook, eventueel. Ben ik wel alles kwijt. Oh, wacht, ik kan natuurlijk ook. Ik denk dat het even tijd wordt om te blokken, jongens, next. Het is te veel grote dingen op het veld. Dus die heeft Mark in ieder geval genoeg mana voor deze. Ik weet niet wat mijn mana moet, joh. Ik dacht die. Nee, wacht. Die. En die. Ik had net letterlijk. Even kijken, 5. Ik had net letterlijk 12 mana, maar ik heb niks meer in. Ik speel een Mulvervine Cloak. Wat is dit? Dus ik speel 3. En hij heeft Dredge 2, dus ik kan eventueel terugkomen. En hij is foil natuurlijk. Ja. En ik gooi hem op mijn Fanta. Oh, toch? Is het nou niet lastig, want... Wat? Wil je nou dat ding op je creature houden of wil je hem nou gaan opeten? Dat is een vraag voor jou en voor mij een weet natuurlijk. Echt. Ja, het blokken wordt nu wel wat aantrekkelijker inderdaad, maar wat kan ik nou doen? Die kan best heel goed natuurlijk. Maar, hoeveel kaarten heb jij op hand, Mark? 4. De 3. Dus zo. 2. Jij bent al de lul geweest. Een beetje wel. Trixie Tricks. Nee, dan gaan we wel gewoon 7. De 7 zou 9 worden als je nog zo'n accumulated knowledge hebt misschien. Explore is sorcery. Gelijk aan de power van de Atom. I know, ja. Yeah. Dus... Ja. Yeah. Oké, dus hij kan gewoon... Hij kan best wel hoog worden. Ik zal jou. Ik ga naar Mark, want hij heeft dit ding vind ik eng worden. En dit valt nog wel mee. Ik doe dan... Oh nee! Aetherize. Gaat hij naar je hand terug. Oké, okay. Nou is goed. Ja. Het is wat kan je discarden voor die spannende. Zou ik doen? Ja, het is beter dan dood. Oh, Aetherize is trouwens... Return all attacking creatures to their owner's hands. Dus nu alleen de Atol gaat toch, maar ik heb liever... Hè? Precies. Liever wat meer tijd dan die kaart van hand. Nou, dan pass ik de turn weer. Gezellig. Yay! Je kunt in ieder geval naar elke artikel. Maar niet aanvallen. Ja, dat is niet heel erg. Ik ben die kaart ook kwijt. Ja. Tegen al de tokens die je turn. Oh ja, dat is wel waar. Maar ja, ik wil wel... Mark aanvallen met een 2-2 flyer. Je kan niet blokken. Nog een 16. Dat was het plan. Gaat op dit toe wel gelijk op, moet ik zeggen. Nog een beetje. Ja. Ik zit een beetje. Wat moet ik doen? Ik denk dat ik nog even hier blijf chillen. Het zou wel heel leuk zijn als je naar iemand killt met een van die of zo, weet je wel, uiteindelijk. Ja. Stap 2. Ik zit gewoon te wachten dat jullie allebei op 1 staan. Ping! Ping voor de win. Dus 6, 8 slang. Slang! Ik weet niet of ik wil aanvallen, man. Nee, ik hou hem meer als blokker. Next! Ik denk dat dat best wel slim is. Ik denk niet zo. Ik speel een Conjurer's Bauble. Die kan een kaart terugleggen op de bottom van mijn library. Maar ik mag ook een kaart pakken. Ik heb er niet zo heel veel van. Maar het is wel leuk. Dus uit je graveyard? Ja. Onder op je lijn. Put up to one target card from your graveyard on the bottom inderdaad. En draw card daarna. En draw card, dat is wel leuk. Dus ik hoef het niet te doen zelfs, maar het gaat meer op de card wel. Ja, dit is gewoon power. Ik moet iets trekken wat beter is. Stalemate. Een soort van stalemate inderdaad. Behalve die 1, 2, 3, 4. Ga maar. Ja, maar van je beurt. Oh nee. Nee.
Bestiaar! Woehoe! Geef 2 soldier tokens. Bam, had ik nou nog maar een Etherize. Ja, hè? Nou. Het ziet er wel leuk uit, die board state vanaf hier trouwens. Ja, ziet het er goed uit? Ja, ik vind het wel leuk. Hey, komt hij zeker weer mijn kant op? Dikke vogel weer. Ik denk het wel. Zo'n markertje zo hard nakken als je hem aanvalt. Ik van je. Ik ga naar 14. Staan wij op hetzelfde niveau? Yes. Nee, ik vond het eigenlijk wel prima zo. Next. Hey jongens. Oké, Steppen. Coily Oracle. Yay. Zou er weer land in het verschiet liggen. Kijk eens aan. Hopla. Hij heeft echt infinite land. Dus. Leuk spel. Next, en ik ga heel even naar de wc. Dat is goed. Alle mark aanvallen terwijl het niet aan de wc is. Als het bord staat. Ik pak wel als een kaart. Yes. Ik heb een optie gepakt. Yay. Het is namelijk deze. Ik kan het niet zien. Nee, dat is goed, maar ik ga hem zo meteen spelen, denk ik. Okay. Die kan ik onder zijn grote slang leggen en dan meteen sacrificen. Dus dat kan nog wel eens interessant worden. Hmm. Leg eerst een lightning. Ja. Dan wacht ik even totdat Marco terug is. Ja. Marco weer terug. Hé? Ik heb mijn kaart gepakt, ik heb deze planes ingelegd. Ik ga doen. Moet je opletten wat ik ga doen. Ik speel. Ik wil het niet. Parallax Dementia. Oh nee. Op jouw gigantische slang. Dus okay. Hij wordt nu nog groter. Hij heeft nu, oké, dus het is een enchantment. En mijn slang krijgt plus 3 plus 2. Dus ik heb nu een 12-11 slang. Yes. Maar hij heeft fading 1. This enchantment comes to play with one fate counter on the beginning of your upkeep. Dus zijn upkeep. Remove a fate counter from it. You can't sacrifice it. If you can't sacrifice it. When Paralyzed Dimension leaves play, destroy enchanted creature. The creature can't be rejected. Ik kan hem dan maar zo op instant speed sacrificen. En dan is die veel kapot. Aw, oh, man! Dus choose your next moves carefully. Ik heb niet veel moves over. ja, dus dat. En ik ga denk ik ook maar lekker blokken, want ja. Het is best wel een goede kaart in jouw deck. I know, het is fantastisch. En hij is foil. Oh, MVP, go! Weet je wat geinig is? Een van mijn eerste matchkaarten was deze. Foil. Hoe toevallig is dat, box? Boom. Ja. Nog een point. Ik zag hem in de map en ik dacht van... Orgasm. Van Marco aan. Nee, maar Luc. Kijk. Ja, ik doe het nu gewoon verdelen. Ik doe het nu gewoon verdelen? Ik ben een eerlijk jongen. Oké. Hij heeft mij net wel aangevallen. Nu zijn we allemaal op 14. Daarom. Ik ben communist. Ga maar. Oh. Wat? Mag ik dat niet zeggen? Ik kan het zeggen. Ik heb nu een 13-12 slang. Oh. Ja. Heeft hij al trample? Nee. Ik heb soldiers voor dit. Dus. Ik kijk even heel raar naar Jelle. Want ik ga aanvallen met mijn slang. Cool beans. Wacht even. Leaf play, ja. Ja, dat je kan gewoon, ja. Als jij hem afvalt, zou ik het nu nog niet doen. Oké. Lurk, ik smack je voor je gezicht met een 13 miljoen slang. Nou, ik blok met een 1-1. Wauw. Soldier. Wat een episch gevecht. Next. So. Next. Een platte soldaat, jongen. Ja, ik wil... Eerst moet de counter eraf, ja, jongen. Eerst de counter. No, nee. Nee, dat is niet het. Jawel. Nee, if you can't. The begin. Oh ja, inderdaad. Dan heb ik nog een turret. Zo. Het is wel goed dat ik er ben. Ja, dan heb ik jullie niet aangevallen. Echt niet? Nee, maar sorry, ik was in de war met Vanishing natuurlijk. Ja, dit is de oude vorm van Vanishing. Ja, precies. Oké, nou, dan doen we dat ook terug. Nee. Mijn slang heeft een soldaat geplet, het is prima. Ja, okay. We gaan lekker door. Wat ga je anders doen? Die is er af. Dat ding blokken. Oh ja. Ah, dat komt helemaal goed. Ik kunt er... Ik heb wel veel ontroerend goed momenteel in mijn portfolio. Dus het gaat wel lekker. Hoe moet dat? Ik activeer mijn bouwbol. En ik krijg helemaal niks onder op en ik pak een kaart. Oh, dat is tof, maar die kan je ook gewoon een dredge activatie doen als je wil. Dat is ook vet. Mini synergies. Sowieso. Dan leg ik dit landje in. En dan gaan we even helemaal los. Want deze kaart is zo fucking vet. Oh, ik hou van dit deck. Ik speel. En Bringer of the White Dawn. Boom! Oh wow, we gaan lekker. Het is een 5-5 trample en elke beurt mag ik een artifact van mijn graveyard naar play brengen. Dus dat is gewoon elke beurt nu, maar alleen een extra kaart. Ja, of dat landje. Of weer. Een landje. Dus het is niet zo heel erg. Oké, dus het valt nogal mee. Hij valt trample. Ik dacht dat het elke kaart was, of elke permanent. Nee, het is echt alleen maar artifacts, dus het kan er terug in te play. Nou, je kan gewoon elke beurt kun je gratis kaart pakken.
Eigenlijk wel. En met Solo is het nog erger. Dus waar is je Mindslaver, Jelle? Mindslaver. Want dat is een echte dual deck kaart inderdaad. Ja. Die wil je Mindslaver versus Atlas. Goed. Heb je het ook allemaal kunnen betalen weer? Ja, ik heb... Met je soort, ja, oké. Heb je niet echt net een land? Anything. Ik heb alles in principe, dan zal ik niet gedaan. Had je net een Plains gespeeld voordat je... Volgens mij is het te veel land te spelen, hè? Echt waar? Volgens mij wel. We hebben een video bewijs. Ik heb deze vorige beurt gespeeld, dat weet ik zeker. Zijn je dat je een Zet je niet net de bouwbal om een kaart te pakken en speelt die gelijk naar een land? Volgens mij wel. Dat was het, ja. Kunnen het nou? Maar leg toch nog eentje neer nu? Oh, nee. Wel? Ja, volgens mij wel. We kunnen het nakijken! We gaan het even nakijken. Wil ik het weten. Dan ben ik weer helemaal... Dus, nou, ik heb die dus gecast. Klopte uiteindelijk wel wat ik deed. En kijk wel wat ik hier uitknip en wat niet. En dan maar jij. Cool. Dan nemen we elk potje op om dit soort misverstanden te voorkomen. Dit is de nieuwe techniek. Zo gaan we het doen. Hij heeft geen fly, toch? Nee, hij is gewoon trample. Hij heeft wel een soort van vleugels. Zijn dat zijn oren. Ja, nee. Ja, dat is dat met die kaart. Die kaart is echt... Het zijn zijn oren. Die kaart is vet. Wow. Wat is dit voor ding? Hij is wel een skelet, hoor. Het is letterlijk een bringer. Een bringer. Het is een bringer. Oké, okay. Nou, bringer. Ik val jou een twitter. Je valt de bringer aan. Nee, ik val jou. Oké, nou, ik kan weer niet bokken. Nee, dat is wel het idee. En ik vind het wel een enge bringer. Dus ik speel wel een Banish Priest. Oh, yeah. Nou, wacht. Huh? Daar wil ik wel reageren op. Okay. Dat mag. Op zich, je target die, hè? Ja. Nou, dan is het jammer, maar helaas. Dan speel ik wel een Renounce. Renounce! En Mark zei dat dit een rare kaart was. Oh. En niet zo goed, maar ik ben er wel blij mee. Ik vind het toch wel leuk, Instant Tricks. Wat een leuk. En ik sacrifice die. Daar krijg ik daar 2 levens voor. Ik sacrifice die. Daar krijg ik ook 2 levens voor. Dus dat is 4 levens. Oké. Sta ik weer op 16. Dat voelt wel deeldekkie. Het voelt heel deeldekkie. Heel deeldekkie. Nou ja, dat heb ik weer met licht gedaan. Beste play. Whatever man. Ga maar Mark. Oh ja. Nee. Nee, maar die heb ik ook in een zakje natuurlijk. Maar laat maar lekker liggen. Oeh. Je mag hem van me houden dan. Want jij moet lukken voor pressure. Ja. Pressure. Nog meer land. Evolve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Oh, ik heb het gelijk nu. Nee, ik ga het ook gewoon vinden. Als ik die vind, dan kom ik alleen maar meer land tegen. Zo. He, dus de deck loopt fantastisch. Het is, je hebt wel heel veel land, dat kan weer wel, maar... Ik ken het. Ik heb de meeste nog nooit getapt voor mana. Nee. het voelt wel een beetje, echt zo, aan het begin heb je leuke dingen, dan heb je een hele lange tijd niets. En dan uiteindelijk kom je bij die kraken. Zeg maar. Ik heb geen kaart wel. Nee. Dus de lange slang. Wacht, wacht! Nou, dat is wel heel belangrijk, dat hij nu nog hoger is. Nog sterker. Een 14-13 is, volgens mij. Ja. Nou ja, die slang die je knuppelt weg met Soldier 1. Ja, nou, dan gaat hij dood, sorry. Nee, nee. Die slang. En dan... dat was een mooie slang. Leg ik een lijntje in. Ja. Cool. Ga je dat echt zo doen? Sorry. We hebben nu film, het is goed. Ja. Ja. Je moet gewoon je land laten winnen. Potverdomme. Nou ja, goed, dan ga ik wel weer opnieuw de Atomat opspelen. Oh, daar is die weer. En dan val ik... je hebt best wel hoge beesten allemaal weg. Deze is nu 4, 5. Nou ja, ik bedoel, ik nou 1-1, 1-1, 2-2, volg mee hoor. Alleen ja, maar deze ping ook nog. Ja, maar ik kan natuurlijk wel blokken. Dus dit is in principe 4. Maar dan kan ik misschien nog weer doen. Ja. Ik weet het niet, ga maar. Ik wacht nog even een beurtje. Sick beans. Shit. I've got it going, ja. Ik hoopte dat mijn bringer bleef leven. Maar ja, het zat er wel aan te komen natuurlijk. Ja. Nou, jullie staat nu weer voor, hè? Dus ik klap wel weer voor 2. Ik ga weer terug naar 14. Yes, nou dan sta je weer gelijk. Ja. Go! Time warp. Zo heb ik Mark net zo'n mooie hand als ik. Ja, nou, dit is goed om te weten. Weet je wel. Op zich is het natuurlijk wel anders dan 1 tegen 1, maar... Ja, ik... Bridge door. Huh, dat is eigenlijk een 2 oracles soort van. Omen Speaker is ook een soort van oracle. Coin oracle. Yeah. Reading the future.
Ik ga naar Luc met mijn 5-5 Atog. Hij heeft geen trample, hoor. Hij heeft helemaal niets. Maar ik kan wel Atog sacrifice natuurlijk. Dus. Ik ben helemaal scheidsziek van je gutscloak daar, jongen. Ja, hoeveel damage die al heeft gedaan deze keer? Oracle met een Banish Priest. Is goed, zie dat. Yes. Pass my turn. Kan je niet jou blokken, Luc? Nee. Je kan 90 aanvalschade doen. Ja, maar hij kan nog kaarten weggooien die te pompen. Oh ja. Wel. Blijf met dat Discord. Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Ik had er nog over nagedacht om meer Madness erin te doen ofzo. Maar het is niet een van de main dingen, zeg maar. Ja, de blauwe kaarten. Precies, het is meer Artifact Enchantments dan af en toe wat Discord. Nee. Ik speel een Gustcloak 7. Oh mijn god. Ja, nu mag hij gratis aanvallen. En deze heeft ook flying. Gratis aanvallen. Nu kan elk creature waarmee je in combat gaat, kan kiezen of die uit combat gaat. Wanneer, als de blok niet goed was. Als die werd geblokt. Dus tracks hebben niet zoveel nut meer. Loopity noop. Welp. Welp. Dan wil ik wel Jelle aanvallen. Met dit. Ja, trigger. Ja, Battlecry is een 3-2 en een 2-1. Dat is eigenlijk wel stom dat je die boost krijgt en stel je daar weer terughalen, dan blijft die boost gewoon. Ja, dat is echt. Aanvallen, behalve en dan, ik. Ja, go! En dan, nee. Jongens, ik loop vooraan, hè? Waar is Henk nou? Poepoe, no-no, zozo, gochel. Je moet doen, man. Zeg ze dat niet. Ik blok die met die. Ja, het punt is, als je nou je aantal pompt om ze te redden, dan haalt hij ze gewoon uit combat. Dus dan heeft niemand er weer wat aan. Nee, we doen het zo. Die naar die en die naar die. Enchantment, hè? Heb je enchantments? Nee. Oh, wel. En dan wordt het een 3-4. Ja. Dus daar heb ik niks aan. Nou, dan haal ik ze allebei uit combat. Prima. Dan heeft het dus. Jawel, want deze doet extra schade. Oh ja, die wil ik natuurlijk. Ja, en dat ze untappen ook echt ook nog. Ja. Yeah. You may untap that creature and remove it from combat. Dus het is een soort van mega vigilance. Het is gewoon van val met alles aan. Als het misgaat, dan deed je het niet. Het voelt echt aan als een nieuwe ability, weet je wel. Mega vigilance, pas van mega morph. Ik, ja. Nee, want ze krijgen geen counters. Nee, dat is waar. Anders zou ze een percentje in counter geven. Elke keer dat het deze aanvalt, maar niet dat. Even kijken, maar dan moeten we wel even wat gaan doen, Mark. Zegt de meneer met de A, toch? Ja, maar. Ja, maar. Dit is al die shizzle. Ja, dit is een 3-4 fly. Dat is op zich wel dik. Nog meer fly ook. Ja, maar het punt is dat ik daar even gewoon nu niks tegen kan. Dus dat is even jammer. Maar ik kan wel. Deze Surakar Banisher spelen en ik bounce een 2-2 flyer. Dat kan ik wel. Oké, nou dat is niet verkeerd gezegd, man. Return target tapped creature to its owner's hand. Oh, wow. Ja. Dus van ik dacht net, ik ga die lekker tappen, maar nee hoor. Een tip, out of combat. Yes. Vet stom. Als je nu niet hebt geblokt, ja, dat is slechte plans. Ga nou aan mij, de schuld gaan. Ja. Als je nou maar een extra land op hebt. Ja, ik geef de beurt door. En tap. Draw. Oh my god. Emma Laird. Ik speel een morph, jongens. Ah! Wat zal dat zijn? Zo spannend. Als je mijn decktech had gezien, dan weet je precies waar ik heb het gezien. Ja. Wat is dat nou? Ik heb niet gezien. Ik heb niet gezien. Oh, het is. Nee. Ik ga jou aanvallen. Mijn auto gaat op. Tossen, boom, je al. Weer een 5-5. And I love that shit. Het staat wel hard. Dat is een 5-5. Ja, het is gewoon. Ja, het is nu gewoon een 5-5 aan het zijn. Dat is prima. En of hoger. Zo van. Ik kan jullie allemaal elk moment opeten. Ja. In religious old fashioned family meals. Open. Dinner is served. Ja. Wat ga je doen? Ik blok wel en ik ping je even heen. Mij ook weer. Ja. Ja, jij bent gevaarlijk. Ja, cool. Dat is wel mooi. Dan is die dood. Dat is wel mooi. En dit werkt gelukkig alleen maar voor attackers, dat scheelt. Ja, anders was het echt. Was het alles echt absurd. Ja, nee. Dat kan echt niet. Nee. En dan mag jij. Ja. Het is wel een beetje aan het pinnen, dat wel. Dus dat is wel goed om te zien. En toen. Hoe heet hij ook weer? Captain of the Watch. Oh ja. Alles kan wel gebeuren. Dat is wel het nadeel aan het Elspeth deck tot nu toe, vind ik al. Je hebt wel echt van die kaartenbommen in je deck.
die je echt gewoon, als je die speelt, dan is het gewoon over. Veteran Swordsmith. Die is ook goed. Mijn andere soldiers krijgen plus 1, plus 0. Een soort permanente battlecry. Het zijn allemaal soldiers, want hij heeft de dek. Natuurlijk. Nou, die priester daarnet was een cleric. Banished priest. Ja. Dat is toevallig net een cleric. Maar... Wat? Nou, die moet eruit. Slechte kaart heb ik. Ik heb een Surakar, hè? Dat kan ook. Die idiote race. Hoeveel is dit nu? Hij is nu nog 4-5. 4-5. Op het moment. Dus die plus 3, ja, dat is best wel dik. Maar hij heeft geen flying, hè? Dus flying kan ik zo weer nog blokken. Voor elkaar met deze twee. Ik blok die partisan wel met mijn die en die niet. Oké, dus dan krijg je 5. Oh fuck. En intent deze. Alert, alert, ik sta op 5. Ja, maar even. Deze guy hebben allebei 4 aanvalskracht. Dus ze gaan wel ruilen als je zo blokt. Nee, want hij doet gewoon die ability toch? Remove from combat. Ja, maar. Hij deed voor de battle prime. Nee, maar hij heeft 5 toughness. Ja, hij is 5. En deze is 3. Cool. Dat is cool. Ja, klopt. Ja, want deze. Ik heb genomen, ik sta op 5. En dan speel ik nog even die andere flyer. Oh, cool. Oh, die heeft natuurlijk ook nog. Yes. Oké. Dat is hem. Ja. Mijn altos doen het goed in het deck, maar dit gaat me wel nekken, denk ik. Hoor. Top deck van de eeuw. Dat is wat hij heeft. Whelming Wave. Whelming Wave. Dat zou wel prima zijn nu. Nee, ik heb iets ook wel goed. Een Dessin Asp. Ah, die Ridge. Oh, met Ridge. Ja, man. Sick. Kijk. Ik heb nog 9 mana over. Hoe vet is dat? Ben je Priest, ik loop, ik wil je terug. Oké. Oh, je kan straks gewoon... Oh, ja, weet je wat gek is? Dat is nog steeds 1 te weinig. Je hebt niet genoeg mana voor die... Oh, voor die monstrosity. Ik kan wel... Ja, ik kan het wel doen, maar... Het kan instant speed, toch? Ja. Dat is wel wat doen wanneer je wil. Maar het maakt toch niet uit, want hij untapt die shit toch wel. Ja, nee, maar ik heb het anders in mijn hand, wat ook wel leuk werkt. Oké. Okay. Ja, dat gaan we denk ik nu even doen. We hebben... Time to freeze. Ah, dit is wel mooi. Ik denk gewoon je... Een van de weinige removal spells in het Kiora deck volgens mij. Ja, we gaan vechten. Dus mijn slang vecht met je vogelkneus. En ik neem dan gewoon een vogel als AGT te hebben. Of een bijt eigenlijk voor de machine. Ja. Oh, dan save je mijn ass nog. Ja, en ik krijg gewoon 3 leden. Ja, 3 leden erbij. Chips. Wauw. Dat is wel gaaf played gaan. Maar dat gaat niet. Hoeveel? Klopt. Ik kan nu niet meer monsters. Dan ping ik hem voorheen. Oh, dat heeft 4 aanvalskracht. Ja, want hij heeft precies snel. Ja, heb ik niet gezien. Die neem ik. Yeah! Maar het is een sacrifice die wel goed is geweest, moet ik zeggen. Ja, ik had het ook een beurtje later kunnen doen, maar... Ja. Nee, anders was ik dood, man. Ja, dat is niet. Oh, was je dan dood? Ja, ik stond op 5, dan was het gewoon attack en op... Ja, kom maar een keer. Zo zie je maar weer, politics saves my ass, again. Ja, maar dan gaat wel mijn nest in ass. Ja. Kan ik hem echt niet reachen? Nee, hè? Kost 5. En 3? Nee. Wel, heb je zoveel land, is het nog te weinig. The place. Mag ik wel daarna? Ja, ga je wel. Oké. Ik ga het verliezen. Het is nog mogelijk. Helemaal kapot maken. Maar ik heb wel 3 leven, jongens. Hey. Nou, dat was het waar, toch? Ik speel een kaart waar ik nu niet zoveel heb, maar ik speel hem maar gewoon. Het is een Terrarion. Ja? Ik heb in het spel getapt. Ik kan mijn mana fixen voor 2 mana. Dus hij kost me 2 mana, maar dan kan je het gewoon zeg maar filteren. En als hij dood gaat, mag ik weer een kaartje pakken. Maar goed. Dat is leuk met Atos natuurlijk. Precies. Maar je hebt geen artifact sec Atos in. Op het moment niet, nee. Dus dat is iets minder. Oh, nee. Maar goed, dat geeft niet. Even kijken. Luke zit op 14. Ik ga gewoon Luke al in, denk ik. Gewoon. Stop hem helemaal grond in. Ik ga je aanvallen, Luke. Yes. Ja, misschien die niet. Dan kan ik het wel zeggen. Die ook. Dat is de morf. Heb je geen morf tokentje of zo? Nee, helaas niet. Maar ik doe het wel even met een dommelstuntje. Een rode. Dat is een morf. Hey, wacht eens. Of heb jij een morf? Een morf token. Nou, er is een kans. Nou, ga jij even zoeken. Ik val alsnog aan. Ja! Yeah. Yes. Kijk. Dat is wel heel mooi. Ik blok je het token talk met me. Yep. Veteran Swordsmith. En that's it. Dus je hapt 4, 5, 6 schade. 6 op mijn gezicht. Het kan meer worden. Nee, dat kan niet. Nee, ja. Jij kan discard. Ja, oké. Okay. Doe maar eentje. Discard an island. Dus dan hoeveel wordt dat? 7. 7 op je bakjes. Boom! Ga ik naar 7. Nee. Oh, ik weet echt niet meer wat het is. Ik heb die backpack gezien, maar ik weet het echt niet meer. Ik wou zeggen, is het de Deranged Hermit? Maar dat was het. Nee, dat was het niet.
Nee, je gaat het zo meteen wel zien. Ik zal hem nog wel inmorgen voordat het zover is. Nou ja, dat moet je dan laten zien, dat ontbreekt je bij regels. Dat is waar ook. De keukentafelregels. Toch voelt het als een soort van einde binnenkort. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Oh, echt? Maar dan welding wave en ah. Ja, dat zou wel een mooie uitkomst zijn inderdaad. Ik heb ook nog wel wat opties, maar op zich, ik ben op het moment nog niet dood. Want maximaal kan het 3 damage worden in de lucht. Ik kan hem blokken. Ja, ik kan toch gewoon blokken dan. Ja, eentje van de 2. Ze hebben het niet al bij flying, Luke. Nee, maar Battlecry. Dus dan, als ik met alles aanval... Je hebt nog blokkers ook. Ja, maar dan ben jij dood. Ja, ja. Dat is oh ja? Top. Hoezo? 1, ik heb maar 5 aan gebracht. Oh. Nee. Oké. Okay. Dus, maar ik ga het iets anders doen. Maar die morf. Ja. Je weet wat het is. Ga je doen? Luke. Ik geef mijn Loxodon Partizaan. Ja, plus 2 vrienden. Saaie common. Sorry. En dan val ik Mark aan voor 3 en jou voor 5. Dat is een hele risky play, want dat is een idee. Morf iets doen. Ja, ik ga wel een morf natuurlijk. Ja. En het is, komt er jongens, een Proteus Machine! Oh, dat ding is natuurlijk morf. Ja, dat is helemaal geen hol. Okay, en dan uit. Maak ik het een goat. Oh yeah! En dan, ja. Dan ben je dood. Heeft hij gewoon flying, hè? Ja. Yeah. Oh, dat is echt zuur. Ja, dat is wel vrij zuur. Ik neem 3, wat is het? Ja. 3. Is er nog een... Oh, nee, wacht! Oh, ga je flying. Ha, ha. Ja, ik flying. Nee! Wacht. Ik wil nog wel wat leuks doen. Ik zeg die en die aan een atop en die. Oh nee, dat kan niet, want dit was een goat. Wacht! En zichzelf. Ja. En dan speel ik Phase Reward. En dan komt het allemaal terug in de play gewoon. Ja, dat is wel heel cool. Maar je hebt geen flying. Het is gewoon, ik heb geen flying. En dan, oh, ja, dat is wel vet geweest. Doe ik die eraan onder. Maar ja, dan ben ik gewoon dood. Ja, je bent dood, dus die is ook weg. Ja, nee. Sorry, man. Well, ik moest het doen. Levenshard. It's all up to me. Is dat yeah. Nu op? Heb je al een 14 staat 14. Oh. Ja. Nu wordt het echt spannend. Yep. Die mighty leap gewoon. Oh, dit is hard gewoon. Jongens, en dit is waarom ik zo hou van Explore. Beurt 2, fantastisch. Maar nu ook cycling met 80 land in het spel. Ook gewoon prima. Een pakken land! Oeh, nee. Dat ik ben leuk. Ik knowledge, mag 2 kaarten trekken, want ik heb een beetje in de graveyard. Huh? Huh? En? Is wel mijn wave? Gonna be awesome! Op zich, jij hebt nog 14 levens natuurlijk. Ja, ik heb nog wat speelruimte. Ja, als je die 7, 11. Maar het is inderdaad wel een wave. Oh, 1 beurt te laat, gewoon, nee! Dus nu heb ik natuurlijk weer de Omen Speaker. We gaan even scryen. Wacht. Is het slim om eerst. Welke is slim om eerst te doen? Die? Of nee, eerst de Omen Speaker. Dan kan je kijken dat een land bovenop ligt. Ik wil nog extra. Ik wil gewoon kaarten nu. Ja, maar dan kun je toch juist de kaarten. Ja, dan kun je kijken of kaart kan. Ja, 1, 2. Dat is ik wel niet nodig. Dat is allemaal nog meer land. Hè? God. Nee. Maar wacht eventjes. 1. Meer trouwens, mijn. Hoe leeft hij, Luc? 7. Heb je flyers in je hand? Oké, maar niet uit. Ja, dat weet je. Ja, nee, ja die heb inderdaad die 1-2-2 in je hand, hè. Oké, en dan dus, nu... Dus Mighty Leap, je weet het. Oké, die moet... Ja, de grafmarkt. Hebben we de Coin Oracle. Yes. Reveal. Ja! Kiora, kan die kan niet kasten. Oh. Oké, dan is Luc weer. Oké. Nou, doe maar Aspect. Bijna. Plotseling. Dat zo is, hè, dan. Nou, even een word van de Atom Spider. Ik ben tevreden met het deck. Ja, het deed dingen. Het deed leuke dingen. Ik vond je endplay tof als je net geen flying had gehad. Dan was het gewoon flying. Misschien, ik moet denk ik nog maar even kijken naar iets tegen flying. Want volgens mij heb ik helemaal niets tegen flying. Partizaan! Waar is die? En een. Gust Cloak Harrier. Oké. Okay. Is dat slim? Ja, dat is niet zo slim, maar fuck it. Ja. Oh my gosh. Oké. Okay. Ja, nu gaat Mark alsnog. Je ziet hele pot zit die. Ja, hij heeft nog 14 levens, hè? Ja, maar 7. Ja, daarom. Dus... Ik weet niet of ik daarheen ga meppen. Denk het niet. Ja, hij speelt nu. Okay. Dus ik moet hier 9 checken, even kijken. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Moet je 9 malen maar uitbrengen? Ik ben niet bang. Daar is 9. Ik neem het, kom maar. Oh. Je hebt hoeveel kaarten nog? 5 of 6? 4. Oh ja, natuurlijk, die kaarten die je net ook. Ja. Oh. Nee, de afgelopen 10 beurt ongeveer was dit mijn hand. Yeah. Oké, ik vind het wel goed. Ik doe een. Yeah. Ik doe een Kiora. Dat is mijn Planeswalker. Met 2 counters. En ik denk dat ik hem gewoon ga uppen. Yeah. Zodat ik
Die... Die loopt ze dan, denk ik. Die kan geen schade doen of nemen. Maar hij kan nog steeds wel aanvallen, hè? Dan is hij 3-2. Dan zouden ze instant dood zijn. Dat wel. Maar ik heb natuurlijk wel iets daar nog op. Ah, ik heb namelijk een... Wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik heb een 7-7 Nimbus Swimmer. Wauw. 7-7. Zo. Dat is net genoeg voor... En die heeft natuurlijk flying. Die heeft flying, ja. Dus dan kan ik dat ding lokken. Oh, het wordt een benarde positie. Ja. Ik heb hem net groot genoeg gemaakt natuurlijk om Luc in één keer voor zijn kop te slaan. Ja. Oh! Als hij namelijk nu iets heeft. Maar goed, jij bent Luc. Ik heb nu 1 mana in tap nog. Maar... Ja, maar goed. Kom op, maar. Ik zit er volgens mij in. Er zit letterlijk niks in voor een bouw. Nou? Nee, oh, is het niet een Kraken Hatching in de deck? Zo'n gemiste kans. Zo'n gemiste kans. Nou, geen kerk. Dus maar die was op die natuurlijk. Ja, dus die doet geen damage. Oh, ja, ga maar zweten, Luc. Je wint met Jordan 2, die wint niet. Dit wordt een tough nut. Ja. To crack! Nou ja, voor zich. Ik heb wel natuurlijk geluk dat ik gewoon constant niks aan het doen was en al mijn leven is gespaard. Oh, als je die wel even net wat later had gespeeld, ja, dan was ik alleen. Maar goed, zo is het maar, leven. Maar ik moest er wel diep voor graven ook hoor, want ik moest exploren en accumulate knowledge. Drie kaarten gepakt. Ja. Ik ga deze cyclen. Dan krijg je ook slaaf claims en top. Ja. En first strike. Oh. Dat is best wel vet. Yes! En een kaart pakken, dat is helemaal niet verkeerd. Het is maar goed dat het die was. Elspeth! Die nog. En de Armor Smith. Oh my god. Soldiers are back in force. Ja. Nou, einde van mijn leven. Let's go. Ja, dit is wel tricky. Dit is wel tricky. Ja, want ik heb dus nu... Je hebt nu wel de overhand en heel veel levens. Dan gaan we naar de tekenkaart. Oké. Nog maar dan. Gelukkig wel. Maar ik heb gelukkig ook nog een... Accumulated Knowledge. Oh, wow. Voor 3 kaarten nu. Dat is wel echt goed. Dat is wel inderdaad ziek. Oeh, oh, ik denk dat ik hem heb. Laat dat zien, Mark. Ik heb namelijk een Time to Feed. Ah! Op de flyer. Is dat genoeg, Luc? Ja, ik heb er 2. Yes! Dan win Mark. Mark wint. Sweet! Goed gedaan. Woo! Nou, dat was game 1 om het zo maar te zeggen. Het was free for all, dus we gaan nu misschien nog wel een potje doen. Misschien, waarom niet? Maar ja, nu heb je een beetje een indruk over het deck van Kiora en Elspeth. Jij wilde nog een MVP eventjes vermelden? Jazeker, ja, Time to Feed, hè. De fight kaart waarmee ik de flyer kon killen en nog een flyer killen, waardoor ik kon winnen. Je hebt er 2 gespeeld, er zitten ook maar 2 in. Dus dat is wel mooi. En het is een van je weinige outs tegen creatures eigenlijk. Precies, dat is andere soorten blokken. Mm-hmm. En jij? Ja, ik zit eigenlijk te twijfelen nu. Ik heb de vogel gepakt die ervoor zorgt dat als je geblokt wordt, dat je beesten weer terug kunnen. Dat is de Dusk Cloak Savior. Ja, die was goed. Dat sloeg echt nergens op trouwens, moet ik zeggen. Ja. Dat is echt zo uit vooraan, uit gaat mis. Nou, precies, zeker met de Battleground. Fijne kaart voor beginnende spelers. Dat wel. Ja. Maar ik vond mijn 1-1'tjes die konden schieten voor 1, die hebben heel veel werk gedaan gelopen. Ik denk alleen al in, oh, val maar aan, ik kan je doodmaken. Ja. Dat is ook wel geinig, want dan zie je dat de kaarten in de decks van de kleuren die niet zo goed de creatures kunnen removen, de kaarten die juist wel de creatures kunnen removen, dat die wel weer dan juist wel weer goed zijn. Ja. Ja, ik heb leuke plays gezien eigenlijk, toch stiekem toch. Ik dacht echt van, het wordt echt zo'n super statische game van Elspeth alleen maar creatures. En, nou, op zich dat deed ook wel, maar niet saai vond ik het eigenlijk. Mm-hmm. Nee, ik moet zeggen... Op een gegeven moment kwam het even in zo'n soort dipje, want we konden allemaal eigenlijk niets, omdat iedereen had dingen. Maar daarna kwam er toch wel weer schot in de zak. En ja, ik ben als eerste dood gegaan. Op film ook nog wat! Net ga weg! Sorry. Nee. Maar goed, ja, ik ben... Met de late Whelming Wave gepakt. Maar eigenlijk wel. Maar goed. Dat was precies goed. Maar ik denk ook dat als niet de Heliots... hoe heet die ook alweer? De Staples 2 die dictate. Als die dictate was gecounterd aan het begin, dat het wel even een was geweest. Dat was een heel ander potje. Dat was een kort potje geweest dan, denk ik. Ja. Maar ja, zo is het nou eenmaal. De Atoms zijn niet victorious, maar stiekem ook weer wel, want ze zijn 10 keer zo gaaf als jullie decks. Ik wil zeggen dat het wel een super deck is. Ik vind hem ook heel erg en eng. Heel erg eng. Ik zal de decklijst van Elspeth en Kiora nog even in de beschrijving neerzetten. Dus dan kun je zelf even kijken of je ze wil aanschaffen. Ik moet er wel bij zeggen, dit was natuurlijk een free-for-all game. Dus je zal waarschijnlijk anders spelen als je 1 tegen 1 speelt. Maar ja, op zich, je hebt een beetje een idee hoe het werkt. Stop de tafel, Magic. Daarom. Dus.
Mark, bedankt dat je er was. Ja. Luc, jij ook. Ja. Misschien de volgende keer maar weer. Nee, Mark, cool. Ik vond het wel leuk. Cool. Morgen weer. Bij mij thuis. Wil je nog wat tegen je moeder zeggen? Van, nee, ik zit mama, ik ben op tv. Nee. Dat is goed, man. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Ciao.